opstelling van de bezoekers. Met Paulos Abraham voor het eerst dit seizoen in de basis als linksbuiten. En Soeslof die dus start vanaf nummer 10. Terwijl Wormoed in een eerder interview aangaf. Ja, ik zoek eigenlijk een ander type dan Soeslof op nummer 10. Maar toch krijgt hij vandaag de voorkeur. El Karouani slingert hem maar voor. Gevangen door Lund. Tweede schot. Iets gevaarlijker dan die van Tanane. Gekke bal van El Karouani. Dan kan Groningen, als het snel uitbreekt, gebruik maken van de wanorde achterin. Die wanorde resulteert in een redding van Sillissen op de inzet van Abraham. Kramer. Doelend. De huid gezeten door Te Wierik. Die claimt de bal te spelen. Maar Lindhout gaat niet mee in die claim. Altijd niet geweken. Tanane! En de doelman Verrips heeft er nog enige moeite mee. Ngonge. Duarte. Het is 4 tegen 4 als Groningen dit snel speelt. Als ze het ook nog eens goed spelen, komt er een kans. Abraham gaat iets te gewillig naar het gras in de ogen van Lindhout. Is er eigenlijk nog echt wacht op. Duarte. Misschien een keer van afstand. Niet onaardig. Zullen ze niet getest zoals Abraham dat wel deed. Van Rooij legt het uit. En zet het in gang. En dat levert een kopkans op van Doelund. Met Kramer en Marquez als bliksemafleiders duikt die Deen daar ineens behoorlijk vrij op. En is Verrips de redder van Groningen. Goed gedaan, de kaats van Strand Larsen. Abraham Sillissen twijfelt, gaat terug zijn doel in en houdt in de korte hoek zijn doel dus schoon. Flitsende combinatie van Groningen. Weer Sillissen die Abraham de basis. Echt goed gevoetbald. Doorbewegen van Duarte. Perfect in de loop meegegeven. Echt goed gekiept. Casamirio. Och, wat mooi geprobeerd door Strand Larsen. Poging beter dan het resultaat. Het had een afscheidscadeau tussen aanhalingstekens kunnen zijn. Tanane. Overname Casamirio. Tanane solliciteert een klein beetje naar geel. Krijgt het dan aan de stok met Casamirio. Vasthouden van Tanane, daar begon het mee, maar het giert volledig uit de klauwen daarna. Het begint dus hier allemaal, het vasthouden, ja, dan slingert Casamirio even die arm. Lont in het kruidvat. Niet zo handig allemaal meer. Tanane geel, Casamirio geel. Moet hij oppassen dat hij zich inhoudt. Anders is hij eraan bij Lindhout. Proper. Doelund heeft zichzelf in gang getrokken, maar de bal komt daar niet. Strand Larsen. En nu is de organisatie bij NEC niet op orde, maar dan is er altijd nog Marquez.
Soeslof. Aanval wel vertraging opgelopen, maar nog niet gestopt. Nog niet gestopt. Nu wel. Wat scheelt het? Nkongo. Oh ja, zo help je NEC wel aan de kans. Marquez en Verrips. Ontbrak aan snelheid bij Marquez. En dus moest hij vanaf iets te ver schieten om het Verrips te lastig te maken. Abraham. Strand Larsen over het been van Tanane. Die op zijn tong moet bijten nu. La Roche Duarte. Oh, ho, 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 ho. Draak van een wedstrijd. Beauty van een goal. Daar kun je alleen maar voor applaudisseren. Och, zo mooi. Fabelachtig. De vrije trap van La Roche Duarte. Proper naar de kant gehaald. Een aanvaller erbij. Ibrahim Sissoko. De laatste die namens NEC scoorde in dit stadion. Meijer moet toch wat. Tenane. Die weet altijd wel weer een moment te creëren. Schöne inspelen, Marquez doorgeven. Ja, dat had hij gelijk kunnen doen. Nu gaat het naar Tafsan. Ook geen slechte gedachte. Tafsan. Twee man van Groningen gooit zich ervoor. En natuurlijk ook weer Balken. Strand Larsen ineens. Sillessen. Weer Tanane op Sissoko. Dat moeten ze toch beter verdedigen bij Groningen, want het kost ze de kop. 1-1. Sissoko viert feest. Tanane in de handen bij Meijer. En NEC langzij. Binnen geprikt. Via de kuit nog van Casanvirio. Dat is net het benodigde zetje in de juiste richting. Strand Larsen. Nog altijd Strand Larsen. Verrast Sillessen niet in de korte hoek.